onze eigen columnist, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Er was natuurlijk wel wat nieuws, maar ik heb deze week meer op de vorm dan op de inhoud van het nieuws gelet. En dat is niet zo gek, want net zoals in de huidige fase van de kabinetsformatie draait het bij veel nieuws meer om de vorm dan om de inhoud. Nieuws is immers een product en er is heel veel van, dus moet je een goede vorm bedenken om het aan de man te brengen. Natuurlijk, er zijn ook zaken die vorm nog inhoud hebben, maar laten we het hier niet al te uitgebreid over Ajax hebben, Wieger. Het was al erg genoeg dat ik daar afgelopen week nog een verlenging van moest aanzien. Gelukkig dwarrelde er net voor tijd een verdwaalde voorzet in het Noorse doel, zodat de pijniging van een strafschoppenserie ons bespaard bleef. Die kregen we helaas later nog met Feyenoord. Strafschoppen in het geval van Ajax, dubbele punt. Richten op de cornervlag en hopen dat de bal vaart genoeg heeft om 11 meter te overbruggen. Nu moeten ze tegen Aston Villa en dat heet een zware loting te zijn. Ik zal u allen zeggen, elke loting is voor Ajax een zware loting. Is waar. Zo snel kan het dus gaan. Een paar jaar geleden nog bijna in de finale van de Champions League. En nu uitzichtloos kluitjesvoetbal op een Noors kunstgrasveldje. Dat menige, thans succesvolle politicus dat beeld goed in zich opnemen. Daar heb ik wel even een aanvoegende wijs voor over. Vorm en inhoud, daar had ik het over. De vorm van het nieuws is dus steeds belangrijker. Speelse elementen, metaforen, allegorieën, statistieken, personalisaties, horror en sentiment. Alle verteltechnieken worden aangewend met als bizarste vertelvorm Gerry Eikhoff. Zo kwam afgelopen week storm Louis aangewaaid. Is op zich voor veel mensen al een tamelijk angstaanjagende naam. Wij denken aan de luchtverplaatsingen van een voormalige bondscoach. En alleen al dat gegeven leverde op voorhand een code oranje op. Maar hoe neem je de klikgrage lezer nog meer mee in deze opwinding? Op nu.nl was dit het meest gelezen artikel. Hoe laat komt Louis bij jou langs? Het voelde als Sint en Piet in februari. Ander belangrijk nieuws deze week. De wanhopige strijd van het COA om het aantal gasten in Ter Apel onder de 2000 te houden. De berichtgeving daarover leek door de sportredactie verzorgd. Gaat de COA het halen of niet? Biddinghuizen schoten hulp. Er was even plek voor een paar honderd vluchtelingen. Niet te lang, want aanstonds stonden daar weer andere evenementen gepland. Bulletin na bulletin werd de stand bijgehouden. Met updates die vaak zelfs nog langer duurden dan de sportieve flitsen die zo af en toe in dit programma te horen zijn. Ik ben ook dol op zwemmen en ik wil alles weten over de 50 meter vrij. Zeker omdat je daar in een halve minuut doorheen bent. Maar met een inleiding van 3,5 minuut is er toch wel sprake van een enigszins opgeblazen vorm. Net zoals elk schroefje en boutje in de Formule 1 voorpagina nieuws is. Want de wereld mag in de fik staan. Onze Max gaat voor alles. Nu wordt het circuit in Bahrein geteisterd door een telkens omhoogkomende putdeksel. Schade aan de bolides. Oh nee! Ik denk dan onmiddellijk, waarom komt zo'n putdeksel omhoog? Zijn het geknechte arbeidsimmigranten die uit het riool omhoog proberen te kruipen? Een intrigerende nieuwsvorm die ervoor zorgt dat je net zoveel aan die putdeksel denkt als aan de moeder van Navalny, die in een eindeloze, gure, witte triestheid smeekt om het lichaam van haar zoon. Afijn, Ter Apel, halen ze het of halen ze het niet? Zo nee, dan wordt het dokken, €15.000 per dag. Want dwangsommen, die doen het ook goed als nieuwsvorm. Zoals voor die Belgische YouTuber die de namen onthulde van de Belgische klootzakken van het gezellige elitaire dispuut Reuzegom, die betrokken waren bij de dood van student Sanda Dia. 20 mil, je zou zeggen, nogal zuur voor die asset. Maar er is met crowdfunding al meer dan een ton opgehaald. Een geschiedenis die dankzij dit soort details extra beklijft. Mark Rutte heeft al 20 van de 31 landen achter zich om NAVO-opperhoofd te worden. Dit nieuws gaat op het Songfestival lijken. Nieuws rond Rutte kan trouwens alle vormen aannemen, net zoals hij zelf. Trump en Biden willen hem allebei en dat kan eigenlijk alleen maar als je een soort barbapapa bent. Deze week werd een van mijn grote voetbalhelden, Willem van Hanegem, 80 jaar. Hij werd geëerd in een programma. De presentator trapte af met een ronkende, Eritrees vurige inleiding. Maar Willem zelf zat hoofdschuddend te grinniken. Toetig is gewoon, sprak hij op zijn bekende wijze. Helaas Willem, en dubbel helaas dat ik dit in het Duits moet zeggen. Gewoon, das war einmal. De kantine staat zoals iedere week